Welkom jongens bij alweer de vierde race in mijn F1 2020 carrière. Althans, de vierde in het F1 seizoen. En we zijn aangekomen bij de GP van China. En mijn moraal is een beetje laag wat dat betreft. En dat heeft niks met de race in Hanoi, Vietnam te maken. Ook al was hij niet om over naar huis te schrijven. Maar en misschien heb je het gezien. Ik raakte daar in een crash met Gasly. Volledig mijn fout. Maar ik kom juist net van de kwalificatie af in Hongarije. De echte F1 races waar ik het nu over heb. En Red Bull heeft een gigantisch probleem, jongens. En ik heb het echt te doen met Max Verstappen. In dit cruciale jaar waarbij ze echt juist eindelijk de vruchten zouden plukken van hun samenwerking met Honda. En juist het jaar waarin vooruitgang geboekt zou moeten worden. Zijn ze verder weg dan ooit lijkt. Het is een gigantische puinzooi. De motor kan er niet bij benen ten opzichte van de concurrentie. Zeker wat betreft Mercedes. De auto klopt voor geen ene meter meer. De balans is ver te zoeken. Zowel Max als Albon zitten allebei enorm te struggelen in die auto. Ja, en over Albon gesproken. Ook een onderdeel natuurlijk van Red Bull. Die zit gewoon veel te ver weg van Max Verstappen. Kan hem daardoor ook nooit helpen. En dat is vrijwel cruciaal als je mee zou willen strijden in een wereldkampioenschap. Grote problemen daar dus. Die mooie woorden van Christian Horner aan het begin van het seizoen. Waarbij er nog werd gezegd dat dit de beste voorbereiding van Red Bull ooit is geweest. En dat ze er beter voor staan dan ooit. Ja, die uitspraken kunnen echt de prullenbak in. Ze zijn altijd van de grote praatjes, maar het is nu wel heel erg belachelijk geworden. Maar oké, genoeg over het echte racen. We gaan door naar het virtuele racen. En dit is de GP van China. Ik heb alle practice programs gerund. Het is voor het eerst gelukt om een qualifying pace trainingsprogramma af te ronden. Daarbij eindigde ik op de 17e plek. Dat is uitstekend voor deze auto. Dus daar ben ik heel blij mee. Het is ook de eerste keer dat gelukt is. En we staan nu voor de one-shot qualifying. En daar gaan we gewoon nu aan beginnen. We hebben een custom setup ingeladen. Ik download die dus altijd van realsport101.com. Daar zijn altijd best wel wat toffe basis setups te vinden. En dan kan je gaandeweg altijd een beetje zelf gaan uitvogelen welke setup nou precies het best bij jou past en welke tweaks je dan moet maken. Rest mij niks anders dan te zeggen. Laten we naar het circuit gaan. Ik moet wel gelijk al heel eerlijk zijn over bocht 1. Daar ben ik echt heel slecht in namelijk. Zoals je nu al ziet. Ik kan deze lijn nooit goed nemen. Je gleed de auto een beetje. We staan nu op P17. Het is in principe prima. Maar ik denk dat we er hier meer uit kunnen halen. Doorgestegen naar P13 zag ik. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar wat betreft circuit, ik vind het... Oh, dan mis ik de apex. We staan op een hele goede P7. Los van de eerste bocht die ik echt totaal niet kan. En het is echt gênant hoe ik die neem. Vind ik dit wel echt een lekker circuit om op te rijden hoor. Hier bij de 120 meter. Vol in de ankers. Hier zorgen dat je een goede exit hebt. Valt een beetje tegen. En dan gaan we. Gewoon naar P7. Yes! Ah! Gaat dit dan de eerste race worden waarbij we in de punten kunnen gaan eindigen? Wauw! Deze zag ik niet aankomen. Deze zag ik absoluut niet aankomen. Heerlijk! Heerlijk. Ook nog wel een redelijk gat met de nummer 8, Sergio Perez. Heerlijk man, strak achter de Red Bulls. Hier is Albon wel sneller dan Max Verstappen. Geen aandacht aan besteden. Maar, oh wauw, dit had ik niet verwacht. Zeker niet wanneer je de resultaten bekijkt van de vorige race. Ja, dit is heerlijk. Dit doet me goed.
Ik betwijfel of we op deze positie kunnen eindigen. We staan nu ook echt heel ver weg van Nicolas Latifi. Dat zit gewoon bijna 3 seconden tussen. Beetje vreemd. Misschien dat hij hier en daar nog een beetje getweakt moet worden aan de AI. Want ik kan me niet voorstellen dat ik zulke grote stappen heb gemaakt. Oké, okay, natuurlijk, Vietnam, Hanoi was niet mijn circuit. Dit ligt mij wat meer. Maar zo'n groot verschil had ik niet verwacht. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. Who would you say is your biggest rival? Oeh, we mogen een rival uitkiezen, jongens. Ik heb al de hele tijd gezegd dat onze grote, grote concurrent AlphaTauri gaat zijn. Dus ik kies in dit geval voor Pierre Gasly. Fuck it. It's been a great qualifying session for you. Are you going to carry that momentum into the race? The car feels fantastic on the track. We'll be able to carry this through the race. We have a great strategy. That's the plan. Nou, we kiezen gewoon voor dit antwoord. Chassis department, die moet ook flink aan de haal straks nog. Dus goed dat we die een boost geven. En dan stijgen we natuurlijk ook weer wat in de claim. En dat is belangrijk. Wil je straks nog stappen gaan maken in je carrière? Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Daar zijn we dan, jongens. In Shanghai. Het is gelukkig mooi weer. En laten we hopen ook dat het een mooie race gaat worden wat dat betreft. Ja, ik ben nog steeds zo excited dat ik vanaf P7 mag gaan beginnen. Ik weet dat die andere auto's eigenlijk gewoon een stuk sneller zijn nog. Dus ik verwacht eigenlijk nog wel dat ze richting start-finish. En natuurlijk het laatste sector dat ze me gaan pakken wat dat betreft. Daar kom ik gewoon nog veel en veel tekort. En we zullen het verschil echt moeten gaan maken in sector 2. Sector 2 ligt me wel. Sector 1 totaal niet. Daar heb ik de meeste moeite mee. Het belooft gewoon een mooie race te worden wat dat betreft. En ik heb er heel erg veel zin in. Het is hier trouwens echt bloedheet in de studio. Het is nu 28 graden buiten hier. Bottas op 1, Hamilton op 2, Charles Leclerc op 3 in het kampioenschap. The cars out there that work their tires hard and really put a lot of energy through them, they'll be the ones that are better off. Bottas dit keer vanaf de tweede positie. Ik had niet gezien wie de pole position had gepakt, maar gaan we nu naar kijken. Lewis Hamilton lines up on pole position and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Vettel, Alexander Albon and Verstappen, Williams, Perez. Ja. Lando Norris, Ricciardo, Stroll, Daniel Kvyat and Raikkonen, Giovinazzi, Gasly, Kevin Magnussen. Alsjeblieft, later gewoon bocht 1. Goed nemen. Laten we. Ik denk dat de strategie gaat zijn om echt aan de binnenkant te blijven daar. Ik heb wel echt een probleem. Mijn versnellingsbak is behoorlijk beschadigd. En die versnellingsbak zou dan nog best wel wat problemen kunnen opleveren in de race. We hebben natuurlijk al vorige race gezien dat op een gegeven moment 1 versnelling een idee. Dus ik zal het wat rustiger aan moeten doen wat dat betreft. Of me dat gaat lukken, weet ik niet. Want als je eenmaal in de here of the moment zit, dan, dan vergeet je dat nogal gauw. Maar we gaan zien hoe het gaat lopen, jongens. Wens me succes en we gaan beginnen. Die rijden al heel snel weg. Kijk, wordt al gepasseerd hier rechts. Er zit een McLaren links van ons.
too hard. It's causing your gearbox to take increased wear. En weer een positie teruggepakt. Heerlijk hoor. Nee, die gaan we niet meer kunnen aanhaken, maar... Ik moet nog een beetje wennen aan het gewicht van de auto. Aangezien ik net de kwalificatie heb gereden. Je kan het al wel zien als ik keihard in de ankers moet. Dat ik me gewoon verreken wat dat betreft. Ja, dit is een hele, hele mooie plek jongens. Het zou mooi zijn als we een WK-punt kunnen scoren, maar... En dan is er nog veel werk aan de winkel. Vroeg schakelen dus. Het zal heel lastig worden om ze achter me te houden hoor. Zo moeilijk ook inschatten deze bocht. Sainz die zit wel flink te pushen. Nee, die bewaak ik voor straks. Woe! Die bewaren we hier voor op de straight. Nu gaat die overtake button aan. Kijken of we nu een beetje Science op een afstand kunnen houden. We moeten er spaarzaam mee omgaan. Dus. En nu gaat hij weer uit. Om 20 meter remmen. Dan wil je eigenlijk de apex klippen, maar dat is prima zo. Snelste sector neergezet. Check your MFD for a new strategy option. Toch vind ik de achterstand op Albon vind ik nog wel meevallen. Sainz blijft er wel heel dichtbij hoor. Overtake button weer aan. Van de rest zijn we redelijk goed afstand aan het nemen. Maar we hebben dus nu engine problems. De ICU. Ik doe mijn best, Jeff. Oh, ja. We missen de vierde versnelling nu. Ja, dat is kloten.
gaan me flink wat tijd kosten. Ga gelijk van 3 naar 5. Daarmee ga ik Sainz niet af kunnen houden. Overtake button weer aan. I know, man! Oh shit. The gap to the car ahead is 2.6 seconds. I know. Kijk, het ding is, ik kon de gearbox wel vervangen, maar ik heb er nog geen 6 races mee gereden, dus dan levert dat mij een penalty op, een gridstraf. En die durfde ik hier niet te pakken, omdat ik wist dat er wel wat kansen lagen voor een goede prestatie. Volgens mij moeten we nu deze ronde de pit in. Ik heb even niet op zitten letten. Volgens mij zag ik weer dat we de vierde versnelling hadden. Overtake button aan. Oh, het zou zomaar kunnen gebeuren, jongens. Dat we een puntje kunnen gaan pakken vandaag. Die zitten gelijk achter me, Sainz. Sainz ook de pit in gedoken. Als ik me niet weer op hem hoef te wachten, dat is me een keertje eerder gebeurd. Dat heeft me bijna een kampioenschap gekost. Want ik moest wachten tot er een andere auto uit was gereden. Nicholas is coming in for his stop. Exit now. Nee, we zitten er nog voor. Dat is mooi. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Moeilijk inschatten, zeker als je zo uit de pits komt. Banden zijn nog niet warm. Albon is eruit. Dan schrijf je weer een plekje op. Daar staat zijn auto zelfs nog. Die nam ik wel heel royaal. Maar Sainz staat toch wel ver achter me, moet ik zeggen. Uit mijn tenen. Oh, ik heb de overtakepunten aan laten staan. Misschien was dat de reden. Kijken we hoe we het op eigen kracht kunnen. Oh, de glijdauto een beetje. Mooi is nu wel, we hebben nu best wel een gat geslagen. Dus we kunnen best wel conservatief zijn nu heel even. Met de overtake button.
en dan gewoon die batterij helemaal opladen. Kijk, ik neem deze echt verschrikkelijk nu. Ik kan gewoon niet de juiste lijn daar vinden. Lukt me niet. Gap to the car in front is 6.7 seconds. Deze pakt nu ook al twee keer achter elkaar niet helemaal lekker. Tuurlijk, we rijden nu op een iets hardere compound, maar dat moet wel beter kunnen. En dan gaan we. Stappen rijdt voor ons, we rijden op P6. Oh, dat ziet er heel goed uit. Please geen engine troubles. Please geen engine troubles. Kijk, want die McLaren's komen eraan hoor. Het gaat dus nu 3,3 seconden. We kijken hoe... Zie je ook met je grote teen iets te veel gas geeft, dan zit je er gelijk naast. Kijk, dat is al beter. Dat is al beter. Nee, ik vind dit echt een hele leuke race om te rijden altijd. Ik heb hier ook best wel wat mooie battles online gehad. Die hebben jullie natuurlijk kunnen zien als je de races volgt op Twitch. Zweet me kapot wel. Klamme handjes. Niet goed voor het stuur, maar het is wat het is. Het gaat nu 3 seconden, ze komen dus wel echt dichterbij. Maar de batterij is alweer half opgeladen. Het gaat toch weer 3,3 seconden. Ik neem deze zo slecht. Het kost me zoveel tijd. Het kost me zoveel tijd. Okay, gap ahead is 8.1 seconds. Hoeveel rondes moeten we nog? Nog wel aardig wat te gaan dus. Je was nog wel binnen track limits denk ik. Maar was aardig op het randje. We hebben trouwens ook vlak voor deze race 2 nieuwe aero pakketten weten te installeren. Dus de balans van de auto is ook al een stuk beter. Dat zie je ook meteen. Voor elke keer corrigeren, oversturen. En dat is nu in ieder geval al een stuk minder. Ik ga 2,8 seconden met Sainz.
Oh, wat gaat die langzaam altijd, zeg. Deze had ik ook wat beter kunnen pakken, maar... En hier maakte ik even een vergissing. Kan gebeuren. Wat rijdt nu op 75%. Ja, die gaan we straks alleen maar gebruiken op deze straights als ze dichterbij komen. Toch. Elke keer naar die tweede sector wordt het toch weer 3,3 seconden. Dat is heel fijn. We hebben dus een zeer vergelijkbare pace. Alleen zijn zij veel sneller in sector 1. En ik in sector 2. En sector 3, dat heft elkaar een beetje op. Het is niet dat ik echt kan spelen met de fuel mix. Ik heb niet heel veel extra benzine. Ja, dan neem ik hem toch weer veel te wijd, hè. Normaal pak ik deze vol gas in de 6. Maar dat... durf ik dus heel even niet, omdat ik gearbox problems heb. Ja, doe ik zo. Ja, nu kunnen we het wel gebruiken. We kijken op wat het gat er nu wordt. En nu gebruiken we dus die overtake button op deze hele lange straight. De batterij die gaat ook wel heel snel leeg. Ik zet hem nu uit. Je ziet gelijk, het gat is dan 3,7 seconden. Het is normaal 3,3 hier. We moeten nog even, jongens. We moeten nog even. Ja, dat is puur die overtake button, my friend. Oh, deze bocht. Zo'n fucking nerd, jongen. Omdat ik hem dus in zijn 7 neem daar, wil je wel het stuur zo snel mogelijk kunnen openen om in ieder geval nog wat snelheid te bewaren. Nu op 3,5 seconden. Even kijken hoeveel dat wordt als we nu weer de overtake button gebruiken. Staat nu aan. We gaan ze naar 4 drukken, denk ik. Nou, ik heb niet heel veel kwaad. Ja, nog 2 rondes, jongens. Nog 2 rondes en we hebben onze eerste punten! Dat is nu 4,4 seconden. Als
als er niks raars meer gebeurt, dan moet deze toch wel in de bag zijn. Beetje gevaarlijk, het is altijd wat glij op de curbs, maar we zijn tot nu toe nog heel hard uitgekomen. Gebruiken we die overtake button weer, sowieso. Fuel mix ziet er nog goed uit. Snelste ronde door Valtteri Bottas. Eentje die overtake button te gebruiken. Please, laat alsjeblieft niks gebeuren. Oh, dit voelt als een overwinning hoor. Dit voelt als een overwinning. Nowhere near de podium nog, maar maar dit geeft moed. Na Hanoi zat ik toch wel een beetje met de handen in het haar. Trek die batterij maar leeg. 4,7 seconden signs. We hebben natuurlijk de mazzel gehad dat Alex Albon uitviel. Als hij in het spel net zo presteert als bij Red Bull in het echt. Dan zou er zomaar eens heel snel een stoeltje vrij kunnen komen. Yes! 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 Woo! Nooit krijg je driver of the day, hè? Maar het is te vergeven. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. Anthony Davidson, a resounding victory today. En Bottas weer gewonnen, hè? Die gaat gewoon kampioen worden. It was down once again to good consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team strategies. They got all of these things right today. Ik ben back off. Speak for themselves. Ik zweet me kapot. Hoe is Daniel Ricciardo of oh nee, Ocon was volgens mij de driver van de dag. We can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Ah ja. Niet onverwacht natuurlijk. Hamilton die een tweede plek viert. Geloof je het zelf? Oh jongens, ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Ik vind dat het nu toch wel tijd is om eindelijk een keertje met een goede moed richting de interviews te gaan. Let's review the driver standards. More points for Valtteri Bottas, further solidifying his lead at the top of the 8 punten jongens. Who would you say is a contender for driver of the day? It's got to be Valtteri Bottas. Commanding performance and I think had the audience. Ja, als je ook kijkt naar de rondetijden, sta ik ook wel waar ik moet staan. In the Constructors Championship. Mercedes Latifi laatste geworden? Oh nee, Albon natuurlijk. Latifi laatste geworden. Ja, dat is wel een groot verschil. Oeh. Heerlijk. Oké,
Dit voelt goed, jongens. Hey, ik wil jullie nogmaals bedanken voor het kijken. En ik hoop dat jullie deze F1 2020 carrière video's echt heel erg tof vinden. Mocht je dat vinden, geef dan een duimpje omhoog. Vergeet dan ook absoluut niet te subscriben. En dit was de GP van China, jongens. En ik moet zeggen, ik heb eindelijk voor het eerst genoten. Ik hoop jullie ook. En dan zien we elkaar bij de volgende race weer. Welke dat gaat zijn? Volgens mij is dat Zandvoort. Ik kan me vergissen, maar volgens mij is het Zandvoort. Dan zien we elkaar in Nederland. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later!